lekker vuurwerk gehaald. Vuurwerk? Ja, Cobra 6. Hoe koop die hele schappen maar leeg. Groemie, ik heb nog vuurwerk thuis. Oh my god, hoe kom jij daar aan? Uit de zon. Wat? Aan het is dat voor chemicale troep. Sneeuw met Pitboy. Holy tieten. Romy krijgt binnenkort haar eigen YouTube. Ik ben zo terug. Wist je dat Fortnite OG weer weg is? Koop merchandise van Monster. Ik heb het voor 2024 terug. 2024, maar dat is overmacht. Hey, yo! We hebben jullie weer bij een gloednieuwe bagger van Bob. Hallo Monsterdad. Hey, hoi, goeiedag, hoi. Hallo RomyTube. RomyListic. Kijk hoe klein. Dit heet espresso. Eén slok en dan een schoon. En je hebt ook één slok en een slag. Dames en heren, vandaag staat iets superleuks op de planning. Want het zou vandaag moeten gaan sneeuwen. Dus dat betekent, met auto's op de openbare, wij gaan driften. Dat mag natuurlijk niet. Maar we gaan een stuk privéterrein opzoeken. Dan gaan we met de pitbike, met de quad. Je maakt een raptorquad. Auto, touw erachter. Dit kan alleen maar fout gaan. Maar abonneer dan zeker om bij de rol te kijken. Of lief los. Hallo, Onana, what's your name? Wat gaan we doen, hè? Fortnite. Mijn melk. Oh jongens, ik heb een verslaving aan iets. En daar heeft Romy mij aangesmeerd. En nou, die verslaving is niet meer weg te denken. Die verslaving, jongens, ik heb een hele pak gekocht ervan. Letterlijk, het begon alleen met zo'n rietje. Wat is dat voor chemicale troep? Wat zijn dit van de wierook of zo? Er staat vitamine D. Kijk, het begon met dit rietje. Doe je in de melk en dan zuig je aan. Dan komt er van dat lekkere milkshake smaak. En nou heb ik een hele sixpack gekocht van kleurtjes. Hey, baby girl, no you want me? Don't show me your teeth. Laat niet je tandjes meer zien. Oh, na, na, what's your name? Romy, hoe noemen we dit? Croissant. Monsterdaad, hoe noemen we dit? Croissant. Wat is jouw planning voor vandaag, Monsterdad? Als jij vandaag opstaat, wat denk je dan op zo'n dag? Van, ik wil vandaag iets bereiken. Nee, god, waarom heb ik zo'n rare zo'n dag? Ja, begrijpelijk. Dat is mijn rietje. Plaatsom. Ik heb dit weer gekocht voor de echte OG's. Zijn er schuddebuikjes wel. Oh, wat heerlijk. Ben je ook schuddebuikjes? Dat is mijn kaas, rond Amsterdam. Neem ik het laatste plakje. Daar heb ik een heel nieuw blok meegenomen. En hier is nog een blok. Maar dit is, wat is dit nou weer? Kun je gewoon normale kaas een keer kopen? Hetzelfde als jij. Sparwoutse kaas. Dat is ook oud, dat vind je ook lekker. Ik heb een nieuw rietje karamel. Het is gezond, dit ziet er zo goor uit. Wat is dit? Een staaf stront of wat is dit? Nee, dit is vitamine D en A. Het is heel gezond. Korreltjes, wat is het? Ecstasy of nee, dat is wit. Kijk wat tabak, joh. Ik kan zeggen dat ik een schuddebuikverslaving heb, dames en heren. Dat is niet normaal. Schuddebuikers. Waarom zit iedereen nou weer hier? Wat wil jij nou weer maar naar achterlopen? Mag ik even aan het opruimen, heet dat? Ja, maar dat hoort niet daar. Oh, had die hond weer bij ons gedaan. Die hond zit weer bij ons. Oh, baby girl. Hij wil toch dit hebben. Oh, dames en heren, ik zie mijn leven gewoon niet meer zitten. Fortnite is veranderd naar Slim Shady aan Slim Shady. Slim Shady in naam de Slim. Mag ik even iets zeggen? Kijk wel, door jou. Dat is Floris. Nee, dit ben jij. Dit is elke nacht, elke seconde zo. Kijk hier, gewoon klopen. Die krijg je er bijna niet uit. Bij de kappen knippen ze gewoon zo'n stukken eruit. Hoe komt dat dan? Ik bijt niet. Niet doen. Tonight, this evening, it's our turn. Oeh, laat je weer je tandjes zien. Laat je weer je tandjes zien. Oh, baby girl. Oeh. Ik kan zo toch niet editen, hè? Deze rode dag erbij. Ik heb een cadeautje voor jou. Laat zien. Als we echt vandaag de kerstboom gaan opzetten. We gaan vandaag de kerstboom opzetten. Ah, als Floris zijn tietjes wil laten zien, laat ze gewoon zijn tandjes zien. Dat is zijn manier van sexy doen, hè? Ja. Judge your baby girl. Maar het is in doorzichtige folie ingepakt. Oh, laat zien. Moet ik ook dicht doen? Bij de kerstboom. Daar is het. Voor de kerstboom. Er is wel een PlayStation 5 achter. Ah, oh, wat schattig. Die bij de intratuin gehaald. Ja. Oh. Ja, hoe duur zijn ze? Alsjeblieft, die kun je op AliExpress nog halen voor 10 cent. Hij is wel mooi. Maar hoe duur is die? Zeg eens. Wauw. Ik kan gewoon uit zo'n boom daar. Goed stoelen. Nee. Of het had wel niet om mijn zwarte in die dingen liggen. Oh. Ik wou gewoon uit de boom. Hij is wel heel mooi. Die moet in de kerstboom. Ja, deze is wel mooi. Omdat we naar Parijs zijn geweest, hè? Ja. Kerstboom. Dames en heren, het is tijd om. Hoeveel treden zei je dat hier zijn? 603. Pik, waar wil je hier plassen? Plas van de Eiffeltoren, zeg greetings van de Netherlands. Ja, dit is wel heel mooi, die Eiffeltoren. Hé, hey, jij mag ook mijn Eiffeltower zijn. Nou moeten we de kerstboom gaan pakken. Ja, we moeten de kerstboom erop zetten. Niet nu, ik moet je zijn dit dan. Echt keischat. Zo. Ik ga weer. Dankjewel. Let op dit, dames en heren. Ik doe een hondgeluid na op mijn editing. Huh? Gomme. Ja, je wordt helemaal gek, hè? Ja. Dikke wakelt, jongen. Kijk,
lekkers aan, dames en heren. De kerstboom gaat officieel in het huis gezet worden en dat is hem daar, dames en heren. Moet ik helpen? Wauw. Die kerstboom in mijn melk. Nou, dames en heren, we gaan heel wat leuke pakketjes naar boven brengen qua kerstpakketjes. Dus hier komen ze. Kijk eens aan wat onze lieve Romy aan het doen is. Zo, stickertjes uitplakken. Welk vond je heel leuk, zei je? Hier heb je er een, dames en heren, met holy tieten. En echte tieten erbij. Oh, mijn god, dames en heren. Ik pak hier net een frikandelbroodje uit. Dit is mijn brugklas rugzak. Oh, hier zit hij, dames en heren. Wow. Dit is kei oud, jongens. Zit nog in mijn tas. Kijk eens aan. Ik ga niet winkelen met jou. Nee, bij de action. Kijk eens aan, dames en heren. De mooie kerstballen, de mooie kerstboom. En alles staat helemaal gereed om hier mooi in te pakken. Kijk eens aan, Molzet is de kerstboom aan het versieren. Hier hebben we Florianus met een side eye. Romy Lustig. Wij gaan vertrekken om lekker eten te halen. Wij gaan even vreet halen, want wij staan er vanavond alleen voor. Maar Monsterdad verlaat ons, dus we moeten zelf eten gaan maken. We gaan volgende maand in februari lekker skiën. Zo, kijk daar maar eens naar uit. Weet je wat je, als we gaan skiën, dan zie je, alles is wit. Dan zie je een rode stip ergens gaan. Fire op de mountain. Zoals het ziet naar het weer. Ik weet niet of het vandaag gaat sneeuwen, hoop ik wel. Het zou echt een vibe zijn, maar ik weet wel dat we nu een doodservaring ingaan. Dat is rijden naar zo. We're gonna die. Ik ben weer uitgestapt. Oh, dames en heren, het was gelukkig maar 5 minuten, maar bijna dood. Hoe de f*** komt hier een mat? Die lacht er net al, die man. Was niet van mij, maar ik zoek het. Het is fucking december en ik heb geen jas aan, zoals altijd. En ik voel me al niet lekker vandaag. Kijk eens hier, hebben ze ook 2 van die dildo's in de lucht. Ja, maar dit vind ik zo niet. Gaan we eigenlijk halen? Eten voor vanavond en... Ik ga naar de action. De action. En je moet voor je vader iets meenemen, omdat jij al zijn. In het balkon heb ofzo. Wat? Welke strip? Wow, dit is pas een versierde dildo. Die jongen daar heeft dezelfde jas als mij. Kijk uit. De eerste kerstbal is gevonden. Ik vind die mooi. Oh, maar dat beweegt niet, of wel? Jawel, volgens mij beweegt dit gewoon. Robby, het beweegt. Maar je moet je indrukken, dus dat is niet leuk. Opblazen, dat is een kerstman en ik een luchtballon. Dames en heren, het is zo grappig. Soms dan zie je dus kijkers die dan zijn dus dan in action. En dan hoor je ze misschien schromilistig van ons. Dat is lekker goud, joh. Ik ga door, want hoe loopt een meisje voorbij? Ziet ze ons ratskaart terug. Neuspeuteren, gadverdamme. Hey, mag ik het anders opleken, joh? Romy neuspeuteren, zeg eens nog een keer, wat gebeurt met je neus? Ik heb een 5 kilo bal op mijn neus. Nou, Romy is aan het gymmen. Bal tegen trampoline. Dan ben ik maar goed doorgaan, want ik wou niet dat iemand... En geen bloedneus ook gekregen. Ik heb hier een week eerst niet op mogen drukken. En nou is het toch helemaal van binnen aan het helen. Weet je wat je dan moet gebruiken? Medkit of Chunker Junker. Chuck Chuck. Oeh, Spiderman. Dames en heren, lampenolie is de beste uitvinding ooit. Weet je waarom? We gaan lampenolie bij de tomos zetten. Bij vuurwerk zetten. Dat ik er gewoon overal voor gebruikt worden. Dus gaan we gewoon even. En we zijn bij de kerstverlichting sprookjesding aangekomen. Nou, Romy heeft wat gevonden hoor. Weet je wat het punt is? Ik wil niet langer als 10 seconden blijven. Ik krijg nou al winkelstress dat ik gewoon niet hier wil blijven. Ja, ik wil hier niet zijn. Ik wil helemaal niet zijn. Oh, dit wil ik. Ja. Ik heb geen geld meer voor mijn keuring. Do you know? De muffin man. Mag ik vanavond als toetje gingerbread? Romy Lestek, doe de vogel. Oh mijn god, ik heb een glitterkamer. Kijk waar ik mijn kamer op heb gelegd, dames en heren. Oh, daar gaan ze me nou weer heen sturen. Wauw. Dat gaat hem dus nooit worden. Romy, ik heb al een kerstfancy thuis. Ik heb al een kerstfancy thuis, Romy. Ja, heel fluffy. Van dode dieren gemaakt, dus ik zou het niet nemen. Nee, niet. Ik blokkeer mij van action. Als je naakt omgaat, vind ik prima. Oh my god, ik heb mijn camera echt verpast. Er zijn hier allemaal glittertjes. Little star. Wauw. Deze is cracked. Die zit op fentanyl. Wat ga jij nemen? Jouw broekje zit er bijna uit. Op 7:30. Ik vind dat deze leuk is. Ik dacht dat je rood maar goud. Ik wil groen. Ja. We doen ook goud. Ik heb niet voor niks een Parijs ding bij de intratuin voor 1000 euro lopen betalen. En nou ben ik echt. Dit is super leuk allemaal. Dan heb je zo'n dus kerstverlichting. Maar moet je per se indrukken dat het aangaat. Wat is dat voor tuning systeem? Moet je de hele dag hierbij zijn? Nou, nu brandt het en nu niet. Nu weer wel. Jij bent toch glow in the dark. Dus als we jou nou in die boom stoppen. We hebben 2 kerstballen en een hoofd. Ik heb het helemaal gehad. Ik kan niet meer winkelen, Romy. Ik stop met. Vanaf nu, dan helemaal nergens voor. Ik heb weer vaseline nodig, dames en heren. Ja, maar ik heb te veel bloedneuzen. Dit ziet er zo lekker uit met snoepjes. Sauce. Crème croissant. Gaan we weer een 3 energy inkopen, jongen. Zoveel energy. Boah. Vuurwerk niet. Ik wil vuurwerk. Oeh. Koop die hele schappen maar leeg. Romy, ik heb nog vuurwerk thuis. Ja, maar ik vind dit toch wel leuk. We kunnen het vanavond doen als je okay. Weg doe maar. Partybox. Pak zo'n achterste. Die is een deze is opengemaakt. Dit is categorie 1. Dus daar mag de hele avond gestoken worden. Dus dat is wel leuk. Maar als ik er nou een Cobra 6 in stop. Als ik hier nou een Cobra 6 in stop, ik maak het open op video. Dan ben ik niet strafbaar dat ik het afsteek, omdat ik denk dat het categorie 1 is. Nee, die is niet leuk, het lijkt door de kleurtjes. Nou, we hebben categorie 1 vuurwerk. Nou, we hebben tuning.
Zo. Nou, shopping's with my sister dan. Nou, jongens, we gaan terug naar de bike life. Let's go. Kom hier. Stop het met jouw hand. Ik vind dat helemaal niet chill. Stop het. I can't believe you done this. Ik ben hier kei zware dumbbells aan het dragen. Jij loopt hier maar als een high class. Een beetje een winkelwagentje rond te pompen. Dol, kwastel, kwastel en Dank jongen. Zo, wat een unit. Ja, maar ik vind ijs, dat vind ik gore ijskoffie. Pak maar, neem maar. Neem maar, doe maar. Joejoe. Maar kom, pak je nou eens je dingen. Ik wil naar huis. Jouw yoghurt. Anders zijn we geen yoghurt te kaarten. Ik wil geen yoghurt. Ik maak zelf yoghurt. Ik identificeer me als een goat. Oh my god, hoe kom jij daar aan? Dat ding heeft nog meer verstand, joh. Mijn verstand kiezen ze net uit. Ik heb Griekse yoghurt. Kom je pas op met die yoghurt? Wauw. Nu is die dildo verlicht. Die zou passen. Bij jou wel. Hebben ze hier ook vuurwerk? Niet. Niet. Helemaal niet. Niet. Boom! We are here! Hey. Kijk dames en heren, Romy heeft zo'n Bluetooth connector. En ik ben er trots op. Daarom. Houston, als je er maar trots op bent. We're gonna die. We're gonna die. Ah, toch al. Ik kan toch verder rijden. Dat ding is goed. Nou dames en heren, we moeten wel bekennen. Het is uit tussen ons. Wat? Dat is niet grappig. Dat is niet grappig. Ik kan het doen. Maar met je kwint in de boys in de yard. Ik wil helemaal. Oh my god, Romy, we hebben een hele pluscar mee. Oh man. Ik tel die mee. I'm not gonna lie about it. Ik wou gebeld door onze hebben zijn. Nee! 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 We kunnen wel bij ons chillen crib. Ben je met meer dan... Heb jij een PlayStation 5? Nee. Heb jij nog een controller? Nee. Ja. Wow, ik kom binnen. Ik heb vuurwerk gehaald. Vuurwerk? Ja. Cobra 6. Zo, ik kom binnen aan. Kijk hoe leuk het hier versierd is, gast. Wat zie ik? Wauw, kijk eens aan die kerstboom. Wat mooi, wauw. Dan moet ik alles in mijn mond stoppen. Nee, weg toch een klein dim in. Heel clean dit, gast. Zo, we zijn nu klaar. Kijk even naar de reactie van de... Wow. Wauw, Romy is helemaal in kerstsfeer, zoals je ziet. Draai eens een rondje, Romy. Romy, draag eens een rondje. Welcome to the milk gang. Oh, baby girl. Ik ga je even uitlaten. Ik wil eindelijk weer les zitten met champignons, zoals van katapressen aan. Oh my god, my girl is cooking! Crème de la fèche, crème de la croissant. Oh my god, Floris, het sneeuw! Romy! Romy! Dat is mijn spelletje! Horizon, Forbidden West. Oeh, zijn stilballen. Oh, dankjewel. Jij gaat die eens eten voor mij ophalen. Jawel. Nee, dat wil je niet. Schatje. Nee. Dankjewel voor het lek geven. Je moet Fortnite leren. Dan kun je gaan streamen. Romy krijgt binnenkort haar eigen YouTube-kanaal. Zullen we alvast aanmaken? Overleg. Kijk eens aan. Vreten. Lekker. Oh, dames en heren. Gevulde paprika met crème fraîche. Wat is dit genieten, zeg. Romy Tube, I love you. Romy is aan PlayStation, zoals jullie zien. Gaat helemaal goed. En de moeilijkste game die er bestaat. Ja, dat is best een moeilijke game. Fortnite lukt jou beter, hè? Een beetje. Het zijn allemaal robots in dit spel. Ga naar je robot toe. Loopt er helemaal heen. Loopt er helemaal heen. Doe van dichtbij schieten. Jawel. Kijk, daar heb je robot. Schiet, schiet, schiet. Lekker, lekker. Oké, okay, dames en heren, we gaan momenteel even sushi halen voor Romy. We hebben een soort van dealschap gemaakt. Zij maakt eten voor mij, ik ga voor haar sushi halen. Zij vindt gevulde paprika's niet lekker, dus ga ik even lekker sushi halen. En ik neem Florianus mee! Oh my god, het sneeuwt! Deelballen! Gast, het sneeuwt officieel, hoe lijp is dit? Oh, kijk dan hoe schattig. Hij wordt helemaal witjes. Oh, kijk, hij weet helemaal niet wat er gebeurt. Eerst keer voor jou sneeuw, hè, Floris? Hij ziet hoogjes van hem. Ja, dat vind jij leuk. Laat me even mijn schoenen. Oh mijn god, die auto van Romy zit helemaal onder. En wat gaan wij dan doen? Pauw, 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 pauw. Oh, ik ben echt veel te overseksueel. Kom maar, goed zo, goed zo. Mooi blijven, hè? Ik ga even iets pakken, Floris, ik ben zo terug. Even een andere cameralampje, want deze is echt te fel. Stay, ja? Rustig aan. Hallo, baby girl. Oh nee. Oh, die stoel. Oh, dit is Romy de gymfles. Hey, dat lijkt me. Ik kan echt... Ja, sorry Romy als je dit kijkt. Hij heeft die fles toch al gemold. Stop het. Boris krijgt anabole. Oh my lord. Doe niet te doen dit. Oh, er zit gewoon hier sneeuw in. Ah, politie. Politie. Kijk of Floris sneeuw lekker vindt. Die eet zelfs poep, dus dan moet hij ook wel lekker. Kijk eens. Hé, ik ga het helemaal goed komen hier, Floris. Oké, Floris, ik ga sushi pakken voor Romy. Don't try to act sus. Dus ga, ja? Niet sus. Niks pak hier. Niks eten. Ik weet hoeveel troep Romy in de auto heeft. Act sus, ja? Be normal, please. Nee, die sushi is niet voor jou. Nee. Dat is mooi. Mooi sit. Mooi sit. Oh my god, ik dacht die auto niet aanging. Oh, hond, stop met ruften. Oh my god. Now we're going to house. Alsjeblieft. Oh, die hond zit eronder, jongen. Heeft het toch niet
aangeven. Ja, hij heeft jouw bidon opgelekt. Hij heeft jouw bidon in me opgelekt. Ah, oh, wow. Deurde. Hij is ziek anabole nu ingenomen. Creatine of pre-workout. Ik vind het vies dat ik ook maar een nieuwe glas van me. We hebben zelf los aan pre-workout nu zitten. Die hond wordt helemaal wild, jongen. Oh, het is zo'n vibe. Kerstboompje erbij, het sneeuwt buiten. Ik vind het helemaal mooi. Kom eens hier, kom eens hier, kom eens hier. Ik ben er helemaal mooi, sneeuw. Zoei. Oh ja, ik zou het minder zeggen, zoei. Sorry, excuses. Oh, jij wilt eten natuurlijk. Ja, ja. Gaan we regelen. Wow, kijk dan. Ja, dit is nieuw voor jou, hè. Ik vind het helemaal spannend, gast. Ja, dat heb je nog nooit gezien, hè, sneeuw. Er komt toch op het einde een leuk idee. Ik ga de pitbike pakken en even lekker rondcrossen. Zees. Kijk hoe Floor reageert als ik sneeuw in zijn muil. Ik ga vol op mijn muil, jongen. Hey, dat is sus. Dat is heel sus. Ik ga jou pakken. Dat is echt leuk als ginger in de sneeuw. Dat is echt mooi, jongen. Heb je het koud? Moet je mijn jas aan? Ik ruik het schijten vanaf een meter afstand. Meneer is een Walt Disney shit aan het nemen. Was het ook leuk om een hond te zijn, hè? Hij denkt toch niet dat we gaan wandelen? En his name is John Cena! John Cena! Ik wil nog één keer doen en dat is de trampoline opgaan met sneeuw. Let's go. Oh, echt waar. Doran, je hebt in scheid gestaan. Kijk bij je schoen, doe zijkant. Oh, laat maar. Wow, Doran, kijk uit met die hond, hè. Wow. Doran, oh! Dien is Rome speelt Call of Duty. Lekker, hoor. Ga er maar terug in. Oh, ik heb in sneeuw gespeeld, jongen, dat is niet normaal. With the dirtbikes, break your been. Jonas! We are going with the pitbike. We are going with the pitbike. Kill, let's go. Oh, trouwens, hoi Robbie. Oh, kijk eens aan. Wat lief. Oh. Party in the battle, bus. Zitten we hier met z'n allen Fortnite te kijken. Monster Dad, Monster Chew, Monster Romilistic. Ik ben er niet genoemd voor. Romilistic. Dean. Helega. Wat is jouw lievelingswapen? Scar, maar hier is het niet. We hebben een nieuwe versie. Scar is weg. Niet doen. Weg met die sneeuw. Weg. Doe op Romy. In de nek bij Romy. Ja, doe op Romy. In de nek bij Romy. Romy in de nek. Kom. Dan bij Dean in de nek. Hallo eens. Oh, ga alsjeblieft naar bed, jongen. Slecht zwaar bezoek. Gaat die sneeuw bij de planten leggen. Kijk eens aan, dames en heren. Slecht van sneeuw met de pitbike. What can go wrong? Zou even starten, want hij moet weer op choke helemaal gezet worden. Oh, Dean, dit is zo'n slecht plan, hè. Gaan. Bijna. Kom op, jongen. Ja, ja, met de pitboys in het sneeuw. Dit gaat zo gruwelijk mis, hè. Wacht even, ik doe de choke even ietsjes omhoog. In het midden. Zo. Kom op, baby girl, starten die handel. Merry Christmas. Voor gassen. Dit is leuk, hè. Hey Dean, kom maar langs rijden. Hallo, deze kant op. Oh, het zijn dikke vlokken, man. Oh, mijn vingers krijgen het koud van die camera. Ik krijg al die sneeuw in mijn bakkes. Liever de andere kant op die. Ja, doe maar even hier rijden. Want als ik die kant op sta, krijg ik al de sneeuw in mijn bakkes. Oh my god, dames en heren. Ik ben helemaal kapot. Ik ga naar bed toe. En dames en heren, ik zou zeggen, check Monsoep 2. Want dan gaan we nu officieel op livestreamen. En dan is 1-0 gekkenhuis. Dames en heren, grab some merch. Monsoep.nl. En ik hoop dat het morgen nog steeds sneeuwt. Want dan kunnen we echt de dikste vlog ever maken. Want dan gaan we gewoon echt de weg op met een slee. Nou was het te donker en echt te laat. Maar dan wordt het gekkenhuis. Dames en heren. Blijf nog niet geabonneerd. Abonneer dan zeker op met de Monster Gang Tour. Zou ik echt super erg waarderen. En dan zie ik jullie weer strijders in de volgende video. En een fijne dag strijders. Bye bye.